Problematisch drugsgebruik door jongeren in Altena. Feit of fictie? Want mijn kind doet dat niet. Of misschien toch wel? Hoe zit het nu precies met het drugsgebruik onder jongeren in Altena? Uit een enquête van de GGD in 2016 onder 31% van de jongeren tussen 12 en 17 jaar blijkt dat 8% drugs gebruikt. Dit aantal groeit nog steeds. Hebben we binnen Altena dan nu een probleem? Het is zeker een probleem. Het wordt echt, echt onderschat. Als ik als Rotterdammer schrik van wat ik hier allemaal zie en hoor, ja, dan is er toch echt wel wat aan de hand. Weet je. De problematiek is ernstiger en groter dan dat je op eerste instantie zou denken. Dat we denk ik binnen Altena wel een probleem hebben op dit gebied. Ik denk dat er heel veel wel probleemgevallen zijn in ons gebied. De Jongerenraad, Going for One Altena, een van de icoonprojecten van de nieuwe gemeente Altena, deed een onderzoek naar het drugsgebruik. Waar het bij sommigen nog experimenteren is, zorgt het bij anderen al voor grote problemen. Zo blijkt uit een onderzoek. Er werden drugs aangeboden door dealers aan kinderen van wel rond de 13 jaar. Dus ook meisjes. Dit is slechts één van de vele voorbeelden. Zien de ouders zelf het probleem wel? Want mijn kind doet dit toch niet? De ouders gewoon stug vast bleven houden dat hun kind dat niet deed. Mensen waarvan je denkt van dat gaat echt gewoon niet goed. En ouders die ontkennen of niet de hulp aannemen die ze kunnen krijgen. En dat is gewoon, sorry hoor. Ja, dat raakt me echt. Dat vind ik echt, dat is gewoon echt. Jongeren brengen 30% van hun tijd door op school. Een van de problemen is de groepsdruk die onder andere ontstaat door social media en al dan niet verkeerde vrienden. Spelen deze problemen dan ook op de 4 middelbare scholen in de regio? Ja, dat herkennen en erkennen we zeker. Wij merken dus in de school zelf niet veel effecten van drugsgebruik van leerlingen. En dan denken wij inderdaad dat het nog een taboe is onder leerlingen om te spreken over drugsgebruik. Binnen de muren van de school zien wij geen handel, zien wij geen gebruik, et cetera. Dat wat plaatsvindt gebeurt echt buiten de school. Binnen Altena hebben we een probleem. Zo bevestigen vele van de mensen die zijn geïnterviewd. De jongeren zelf komen niet in aanraking met drugs. Althans, dat zeggen ze zelf. Wanneer de vraag wordt gesteld, ken je iemand die drugs gebruikt? Is het antwoord vaak volmondig ja. Het gebruik is er dus zeker. Maar hoe en waar vindt het gebruik dan plaats? En niet minder belangrijk, hoe komen de jongeren dan aan die drugs? De Jongerenraad deed hier onderzoek naar. Waar die drugs niet vandaan komen, ja, het komt tegenwoordig overal vandaan. Dus nee, dat hebben we niet gedaan. Nee, je kan het echt overal krijgen. Dus. En dan moet je gewoon stoppen. Er werden drugs aangeboden door dealers aan kinderen van wel rond de 13 jaar. Dus ook meisjes. Die mochten in eerste instantie ze een keer gratis wat uitproberen. Toen raakten ze er langzamerhand wel redelijk aan verslaafd of afhankelijk van. En daar konden ze uiteindelijk niet meer betalen. En dan moesten ze bijvoorbeeld terugbetalen met seks. En ja, dan wordt het toch op een heel ander niveau echt gewoon slecht. Dan worden ze eigenlijk gewoon gechanteerd door die dealers. En dan, ja, dat willen we absoluut niet hebben. Zijn er nog meer van dat soort schrijnende voorbeelden? Als ik bijvoorbeeld uitga, dan zijn er ook wel mensen die bieden een keer wat aan. En ja, voor mijzelf gaat het niet echt verder dan dat. Ik ken een aantal mensen waar het wel goed fout is gegaan, dat ze steeds verder gingen. Maar ja, voor de rest persoonlijk heb ik er niet zo heel veel mee te maken. Dat valt wel mee op zich. Bij ons is dat niet op het netvlies, want ja, je kan drugs overal vandaan halen en het kan ook overal gedeeld worden. Dus ja, dat is ook heel moeilijk in kaart te brengen. In het rapport worden diverse aanbevelingen gedaan richting de politiek. Met als doel, hey, word eens wakker, ga er eens wat aan doen. Zijn er nog meer van dat soort schrijnende voorbeelden? Jazeker. Een belangrijk punt is dat we graag excursies willen organiseren voor schoolkinderen naar verslavingsklinieken. Want zo kunnen we een soort van preventief handelen. Want als je nou ziet wat die mensen daar allemaal hebben meegemaakt, daar zit echt die ervaringsdeskundige. En die zitten daar niet voor niks in zo'n verslavingskliniek. Die willen afgeholpen worden van hun verslaving. En die kunnen die kinderen ook het best zeggen van nou, doe het alsjeblieft niet. Hun hebben er ervaring mee. En dat maakt volgens ons heel veel indruk op die kinderen. En dan hopen we zo dat ze er echt wel twee keer nadenken voordat ze weer naar de drugs grijpen. Wat jullie eigenlijk zeggen is dat de huidige methodiek van voorlichten en nog eens voorlichten niet werkt. En niet meer aansluit bij deze tijd en de wens vanuit de jongeren zelf. Laat het maar eens zien wat het gevolg is van drugsgebruik. Veel gehoord commentaar van ouders is, mijn kind doet het niet. Is dat ook zo? Ja, dat hebben we ook van de agenten horen gekregen. Dat ouders gewoon stug vast bleven houden dat ze
dat hun kind dat niet deed. Dat ze niks met drugs te maken hadden. Nou, de agent is dus in gesprek gegaan met ouders en met de kinderen dus van die ouders. En pas op het moment dat ze samen aan tafel zaten, dat het kind toegaf dat hij het had gedaan, toen pas ging er een knop om bij die ouders. En dat is van, ja, het is dus echt zo. En ja, dus ze wilden het eigenlijk zelf ook gewoon niet geloven. Dus het is belangrijk dat het ook bij de ouders gewoon, dat ze bewust worden van wat er aan de hand is. Dat ook zelfs hun kind aan de drugs kan zitten. Wat is nu jullie advies richting de gemeenteraden en portefeuillehouders om de huidige methodiek beter aan te laten sluiten bij jongeren? Nou, wij denken dat het gewoon heel belangrijk is dat de mensen zich bewust worden van de gevaren van drugs. Zo'n voorbeeld voor mij persoonlijk is als mensen mij drugs aanbieden tijdens het uitgaan, een keer een jointje. Dan zeggen ze van, ja joh, zo'n jointje, wat kan dat nou kwaad? Maar ja, dat is natuurlijk het begin van iets ergers. Want als je het eenmaal aan die joints begint, dan wordt de drempel tot harddrugs ook een stuk lager. En dan zo escaleert dat probleem, zeg maar. En dat is ook hoe ik het bij een paar mensen wel fout zie gaan. Die begonnen gewoon rustig met een jointje, dan zeg maar, dat geen kwaad kon. En ja, die zitten nu aan de harddrugs en ja, die stopt met school en dat soort dingen. En daar gaat gewoon fout mee. De huidige methode van voorlichting lijkt dus niet te werken. Er is een grote rol weggelegd voor de gemeenten om de wijze van aanpak te veranderen. Hoe wordt het rapport door het gemeentebestuur ontvangen? En wat gaat nu de actie zijn? En zijn we ons wel bewust van hoe groot het probleem is? En wat voor verstrekkende gevolgen het kan hebben? De problematiek is ernstiger en groter dan dat je op eerste instantie zou denken. En het wordt pas echt duidelijk als je er ook een beetje op gaat letten in je eigen omgeving. De Jongerenraad heeft een stuitend rapport ingebracht in de fusieraad omtrent het drugsprobleem in Altena onder jongeren. Zij stellen dat de bekende cijfers vanuit de gezondheidsmonitor te rooskleurig zijn. Ze roepen het gemeentebestuur op om de schouders onder het probleem te zetten en nu echt eens wat te gaan doen. Hoe ervaren jullie dat als gemeentebestuur? Ja, ik denk het hartstikke goed. We zijn ook heel blij met dat signaal. En ook de constatering dat de cijfers wat anders zeggen dan wat de jongeren zelf zien. Ja, ik denk dat dat echt terecht is. Die cijfers, ja, die geven echt een vertekend beeld. We hebben eigenlijk niet zo'n heel goed beeld van hoe ernstig de problematiek is. Gewoon simpelweg omdat mensen niet gauw gaan vertellen dat ze drugverslaafd zijn. En nog helemaal niet dat ze erin handelen of het produceren. Dus dat vanuit de jongeren zelf komt, in die zin hartstikke blij mee. En dat geeft ook aan dat ze er bewust mee bezig zijn. Ik denk wel dat we steeds bewuster geworden zijn van het probleem. Hè. Het speelt niet alleen hier in Altena, maar eigenlijk wel in heel Nederland en in Brabant. En daar waar het vaak gaat over de productie en het handelen, ja, zie je dat we hier toch ook wel een probleem hebben met de consumptie. En het is vaak pas een probleem als het een probleem is. Ja, als je een beetje, nou, laat ik maar zeggen, als je schooluitval krijgt of als je wat ouder bent en verslaafd bent en je verliest je baan of je krijgt ruzie met je partner en ligt in scheiding en je komt in de schulden. Ja, het is pas een probleem als het een echt probleem is en dan komen mensen er pas voor uit. Maar het gebeurt echt en wij zien ze helaas ook op het gemeentehuis verschijnen. Nou, wat we heel erg proberen is vooral er vroeg bij te zijn in de zin, preventie noemen we dat. En dat dan heel eenvoudig zegt dan voorlichting, educatie. Maar dat is in dit geval niet genoeg. En het kan ook niet alleen vanuit de professionals komen. Hè? Dus vanuit overheid en alleen bij scholen en alleen bij politie vandaan. Nee, dit is echt iets wat je als samenleving met elkaar moet doen. Dus we hebben ook het verenigingsleven, sportverenigingen, kerken. We hebben eigenlijk iedereen nodig om oogje in het zeil te houden en alerter zijn als er in zijn of haar omgeving toch jeugd, maar ook ouderen problemen zijn met drugsgebruik. Meld het bij ons, meld het bij die persoon en dan gaan we ook proberen een adequaat hulpprogramma op te zetten. Het beleid rondom drugsgebruik is een van de onderwerpen in de gezondheidsnota van de gemeente, welke voornamelijk wordt gevoed door de huidige ketenpartners en cijfers uit 2016. Het is inmiddels duidelijk dat deze door de werkelijkheid zijn ingehaald. Het gebruik van drugs door jongeren in Altena is problematisch. Erkent de gemeente dit ook? En wat nu te doen? We proberen op allerlei manieren natuurlijk de jeugd te bereiken. We hebben onze jongerenwerkers binnen de gemeente. We hebben goed contact met onze wijkagenten vanuit dat vlak. We hebben natuurlijk een CEG. CEG werken aan Woudrichem en nu nog een zorgteam Aalburg. Dat wordt straks ook natuurlijk samengevoegd tot één team. En dat gaat ook op een bepaalde manier draaien. Wij proberen hele korte lijnen te hebben met al onze partners binnen het hele maatschappelijk veld. En op die manier proberen we ook dus die jongeren, die groep die wat lastig te bereiken is. En met name de scholen hebben we daar natuurlijk ook in nodig. Om op die manier zeg maar die jongeren in beeld te krijgen en te zien van nou, wat leeft er nou binnen die club en hoe kunnen we dat het beste aanvliegen.
Het lijkt erg lastig om de jeugd of pubers uit Altena te bereiken en adequate vaststelling van het probleem te vinden. Hoe steken de drie gemeenten daar hun beleid nu op in? Er worden natuurlijk die speerpunten zoals drugs, die zijn al genoemd in die bestaande nota gezondheidsbeleid. Alleen de signalen die natuurlijk de afgelopen 2 jaar bij ons binnenkomen, die zijn dusdanig dat wij hier natuurlijk ons beleid ook op aanpassen. En niet zozeer op papier, maar wel in de praktijk. Er zijn de afgelopen 2 jaar verschillende bijeenkomsten geweest met betrekking tot drugsproblematiek. Dat is voornamelijk voor professionals geweest die bezig zijn met deze problematiek in hun werkveld. In hoeverre gaan de gemeenten daar nu haar beleid op aanpassen? Dus we proberen er kort op te zitten. En wat ik net ook al aangaf, al die korte lijnen die we hebben met de wijkagenten, met het maatschappelijk werk, met alle instellingen, mensen die daarmee iets, waar ze betrokken zijn, die proberen met z'n allen samen te voegen, de neus diezelfde kant op. En vanuit die werkwijze proberen we het probleem aan te vliegen. Dat er een wezenlijk verschil zit tussen de cijfermatige onderbouwing en de werkelijkheid is een feit. Hoe komen die cijfers tot stand? En hoe wordt daarmee omgegaan? Vullen de jongeren bijvoorbeeld de vragenlijsten eerlijk in of willen ze stoer doen? Vanuit de GGD worden er monitoren afgenomen, bijvoorbeeld in de tweede klasse van het voortgezet onderwijs. Dat zijn vragenformulieren die kinderen dan kunnen invullen. Nou ja, goed, ik zelf vind, dat blijft natuurlijk. Hoe vult iemand dat in? Vult hij dat eerlijk in of niet? Of vult hij dat in om stoer te zijn of niet? Nou, er ligt van alles onder en krijg je dan een heel objectief beeld. Dat is de vraag. Nou, we zijn ook aan het kijken natuurlijk of er een andere manier van monitoring zou kunnen worden ingezet. Daar zijn we ook over in gesprek met de GGD West-Brabant om te kijken van, kan dat anders? En natuurlijk daarnaast zijn we aan het kijken of er mogelijkheden zijn om überhaupt een peiling te doen binnen. Maar dat is, het is gewoon heel lastig. Het is meer het onderbuikgevoel. En de signalen die de laatste tijd steeds meer binnenkomen. En daarnaast heb je de cijfers die eigenlijk niet helemaal stroken met die signalen die je krijgt. Dus dat is, dat blijft lastig, dat klopt. Ik vind de signalen die binnenkomen, maar dat vind ik, en ik denk ook dat ik spreek namens mijn collega's van Werkendam en Woudrichem, dat die voor ons dusdanig groot zijn en belangrijk, dat dit voldoende moet zijn om daar beleid op te maken. Ondanks dat de cijfermatige onderbouwing wellicht wat ontbreekt. De cijfers wijken af van de werkelijkheid. En de reeds bestaande gezondheidsnota zal een andere richting krijgen binnen de nieuwe gemeente Altena, waar het gaat over beleid. Ook voor de scholen is een rol weggelegd op dit gebied. We spraken met de 4 middelbare scholen in de regio. Hoe gaan zij om met dit brede probleem in Altena? Is drugsgebruik bekend op de scholen? En hoe gaan ze om met deze problematiek? Voorlichting, natuurlijk. Maar weten ze ook de ouders betrokken te krijgen? We weten dat het gebeurt en we weten dat er leerlingen zijn die gebruiken. We zien het ook toenemen. Jongere leeftijd is anders dan oudere leeftijden hier op school. Maar binnen de muren van de school zien wij geen handel, zien wij geen gebruik, et cetera. Dat wat plaatsvindt gebeurt echt buiten de school. Nou, we doen het nodige. We hebben een leerlijn binnen de 4 leerjaren waarin leerlingen trapsgewijs voorlichting krijgen over bijvoorbeeld roken, drankgebruik, drugsgebruik, gerelateerd aan verkeersveiligheid. Dat loopt door tot en met leerjaar 4. En binnen de gemeente zijn er subsidieregelingen voor bepaalde voorlichtingen. En is er sprake van dat binnen de nieuw te vormen gemeente er een nieuw beleid komt die ook de verschillende groepen die hiermee te maken hebben wat meer bij elkaar zou moeten brengen. Dus dat er wat afstemming ontstaat tussen wat de scholen doen en wat binnen verenigingen gebeurt en ook wat vanuit de gemeente gebeurt. Wij besteden tijdens ouderavonden een aandacht aan dit fenomeen van drugsgebruik. Afgelopen jaar hebben we een grote voorlichting voor de ouders willen geven. Met nadruk op willen geven, want men moest zich aanmelden. En dat was een dusdanig klein groepje dat die avond niet op die manier is doorgegaan. Dus als school doen we het nodige, zeker richting leerlingen, maar ook richting ouders. Maar de betrokkenheid daarbij is niet zodanig dat we daar echt speciale avonden voor konden organiseren. Wat doet scholengemeenschap De Schans in Sneeuwijk anders dan de andere scholen op dit gebied?
Ik denk niet dat wij dingen echt anders doen. Dat wil zeggen dat ik weet dat de andere scholen net zo goed hun voorlichtingen geven, inzet op weerbaarheid. En dat door de hele schoolcarrière heen voorlichtingslessen en gesprekken zitten. Het is echt specifiek aan de scholen om te kiezen voor welke methode, op welk moment van het jaar doe je dat. Maar dat we alle vier hier mee bezig zijn, dat mag duidelijk zijn. Ja. Nou, ik herken en erken het drugsprobleem binnen het land van Huizen en Altena wel degelijk. De resultaten daarvan binnen school vallen gelukkig erg mee. Wij hebben binnen school merken wij er heel weinig van. Minder dan zeg maar 10, 15 of 20 jaar geleden. Toen hadden we af en toe wel eens dat we dachten van, hey, er zit er eentje stoned in de klas. Dat hebben we nu eigenlijk niet meer. Daarin speelt wel een rol dat we een aantal jaren geleden het roken voor leerlingen hebben verboden. Dat heeft duidelijk een positief effect gehad. Wij merken dus in de school zelf niet veel effecten van drugsgebruik van leerlingen. Nou, wij hebben binnen school ook allerlei voorlichtingsdingen om leerlingen zeg maar attent te maken op van wat is het nou, wat doet het met je en alsjeblieft wees sterk en bied er weerstand aan. Zo hebben we in alle tweede klassen een speciaal programma wat door Voorkom bij ons op school wordt uitgevoerd. Alle tweede klassen hebben dan 3 lessen. Waarin ze van alles verteld wordt over nou, wat voor soorten drugs er zijn, wat die doen met je. Ook op wat ze op lange termijn met je doen. En hoe je daar goed weerstand tegen kan bieden. Er komt ook altijd een ervaringsdeskundige bij. Iemand die dus zelf ernstig verslaafd is geweest. En wat dat allemaal voor gevolgen voor zo iemand heeft. Dat zijn mensen die zijn nu intussen wel afgekikt. Maar die kunnen je toch wel heel goed vertellen over wat eigenlijk hun hele leven lang dat voor schade oplevert. Ik zeg wel eens tegen een leerling van elke trek aan een joint, dan gaan er weer zoveel hersencellen dood. Wil je dat? Dus op die manier probeer je ze aan denken te zetten. Hoe ziet de voorlichting aan leerlingen eruit op het Altena College? En hoeveel ouders komen nu naar een voorlichtingsavond die de school organiseert? Nou, in alle tweede klassen bij elkaar hebben wij ongeveer zo'n 240, 250 leerlingen. Dus dat zijn behoorlijk wat leerlingen die daar dan mee in aanraking komen. En we doen dat al jaren zo in de tweede klas. Dus alle leerlingen die hier op school zitten, hebben dat al een keer meegemaakt. Behalve de leerlingen in de brugklas. Maar die hebben heel vaak in groep 8 er ook al mee te maken gehad. Dus zeggen, nou, dan doen wij het aan het begin van de tweede klas. Dat is dan weer een mooi moment. Dus ja, daar zijn gewoon alle leerlingen, dat zijn gewoon verplichte lessen. Die ouderavond, daar komen zo'n 60, 70 ouders. Nou, je kan denken 240, 250 leerlingen, dan zouden er toch ook wel 250 ouders kunnen komen. Die komen er helaas niet. Hoe wij ook ons best doen om die ouders wel zover te krijgen, want we nodigen ze heel persoonlijk uit, hè, zowel via een brief als later via een mail. En ik gebruik daar ook altijd de ervaringen in van ouders die het jaar daarvoor geweest zijn op die ouderavond. Want die zeggen, zonder uitzondering, dit was een fantastische avond. Hier heb ik veel aan gehad, daar heb ik veel van geleerd. Hier zouden alle ouders naartoe moeten. Dus dat zet ik ook in die uitnodigingsbrief voor het jaar erop. Maar goed, dan komen er toch 60 à 70 en niet meer. Nou, als ik dan de mensen van Voorkom, die ook die ouderavond verzorgen, hoor, die zeggen van nou, u mag nog blij zijn met 60 à 70 ouders. Want wij maken ook wel mee dat we op een school van vergelijkbare omvang dan voor 20 mensen zitten. Dus blijkbaar komen ze toch nog wel vrij aardig naar die ouderavond toe. Slechts een kwart van de ouders komen naar een dergelijke ouderavond. Wat speelt binnen het land van Heusden en Altena is de term mijn kind doet zoiets niet. Is het volgens u dan ook niet kop in het zand, we zien het niet en we zien dan waar het schip strandt? Dat zou best eens kunnen, dat nogal wat ouders dat niet echt in de gaten hebben. Ja, als ik op die ouderavond kijk wie er dan komen en ik haal me de kinderen een beetje voor de geest, dan heb ik bij sommige ouderparen dat ik denk van nou, fijn dat je er bent, maar ik schat in dat uw kind toch niet zo gauw dat zou doen. Sommige ouderparen denk ik van, nou, ik ben blij dat u er bent, want misschien is uw kind inderdaad wel daar enigszins vatbaar voor. Maar er zijn ook ouders niet waarvan ik denk van, ja, jullie hadden nou zeker wel moeten komen, want het zou best eens kunnen dat uw kind misschien daar toch wat gevoelig voor is. Ja, ik kan ze niet dwingen. Hè. Ik heb wel eens voor de grap gezegd van eigenlijk zou je moeten zeggen, joh, aan het eind van de ouderavond vindt een verloting van een grote prijs plaats voor iedereen die komt om ze op die manier te lokken. Maar ja, dat is natuurlijk oneigenlijk. Ja, het enige wat je kunt blijven doen is zo indringend mogelijk uitnodigen van kom alsjeblieft, want dit heeft echt zin. Dit is echt nuttig. De regio staat er binnen schools en met externe partners wel onbekend dat er drugsgebruik in de regio dat behoorlijk is. Op school merken we daar niet heel veel van. Het is niet zo dat er op school veel incidenten zijn omtrent drugs, maar we horen wel leerlingen erover praten. Hoe kan de school aansluitende voorlichting geven omtrent de gevaren van het drugsgebruik?
Nou, dat doen we op verschillende manieren. We hebben altijd in leerjaar 2 hebben we sowieso een eindejaarsproject waarin we proberen jongeren te informeren over drugsgebruik en hoe schadelijk dat is. Het is ook breder, daar zit ook alcoholgebruik in, de ambulancedienst komt langs. En het komt natuurlijk naar voren in onze maatschappijleerlessen en bij de mentorlessen. Maar we zijn dit jaar ook gestart in leerjaar 1 met een project in samenwerking met het Trimbos ook. Dat heet de Frisse Start. En dat wordt op de basisscholen al gebruikt. Om te kijken dat de overstap naar een nieuwe school is vaak toch een heftig moment. En ook een moment waarop je nog invloed hebt op keuzes die jongeren maken rondom alcohol en drugs. Dus we hebben daar docenten in geschoold en die gaan dat nu uitrollen. En we gaan in de toekomst ook deelnemen aan een pilot van het Trimbos Instituut rondom drugsgebruik. Nou, dat is nu nog in een testfase, maar we gaan wel proberen om daar, of we gaan proberen, we gaan daar aan deelnemen om te kijken of we op die manier ook invloed kunnen uitoefenen op drugsgebruik van jongeren. Wat zijn de verwachtingen omtrent de te organiseren ouderavond? Nou, we hopen heel erg dat er wel veel ouders gaan komen, met name voor de eerstejaarsleerlingen. Omdat, ja, wat ik al aangaf, dat is het moment, het kritische punt, waarop je nog grote invloed hebt op de keuzes die een kind maakt. En juist vanwege die groepsdruk, wat jij net al noemde, hoe ze daarmee om kunnen gaan, met name in hun vriendenkring. Dus we hopen dat we ouders er bewust van kunnen maken dat er een problematiek is op het gebied van alcohol en drugsgebruik. Of dat die problematiek kan ontstaan bij hun kind en dat ze daar ook adequaat op kunnen reageren. En de mensen van het Trimbos die helpen mee met het organiseren van die ouderavond. En die geven ook, nou ja, bij de pilot waar we in gaan stappen, daar gaan ook opvoedtips worden gegeven. Hoe ga je nou als ouder in gesprek over drugsgebruik en alcoholgebruik van je kind? Ja, dat is vaak toch moeilijk om dat als ouder te vragen aan je kind. Wat doet het Prinsentuin College in Andel anders dan andere scholen in de regio? Dat is een goede vraag. Ik denk dat we wel heel erg aan het kijken zijn dat we aansluiten bij nieuwe initiatieven. En net zoals van de Trimbos, die pilot waar we instappen, dat ik denk van ja, we willen wel gewoon kijken wat werkt. En hoe krijg je ouders en kinderen in gesprek? Dus ik denk dat heel belangrijk is, dat we daarnaar zoeken. En ik kan niet oordelen over wat de andere scholen doen. We trekken samen op. Maar ik denk wel waar wij wel heel sterk in zijn, is dat we steeds het gesprek aangaan. Dus met ouders en leerlingen. En dat we ook, als er iets gebeurt, we laten een leerling niet vallen. Dus we gaan kijken, als er iets aan de hand is, hoe kunnen we je helpen? We zetten de leerling en de ouders op het goede spoor. Dus we willen proberen om gewoon goed voor een leerling te zorgen. Als wij een vermoeden hebben dat leerlingen drugs gebruiken, dan gaan we altijd in gesprek met de leerling en ook met de ouders. En we hebben onze rol heel duidelijk afgekaderd. We hebben gezegd, wij nemen onze verantwoordelijkheid om het gesprek aan te gaan. Ons vermoeden te vertellen tegen de leerling en tegen ouders. Het bewijzen, dat is niet aan ons. Dat is vervolgens aan bijvoorbeeld een huisarts of zelfs aan een politie bijvoorbeeld. Dus daar stopt het voor ons. Maar we communiceren het wel open. We gaan niet op zoek naar bewijzen, maar wel de communicatie over het vermoeden. Is het vermoeden juist? Nou, dan kun je een plan van aanpak opstellen. Is het vermoeden niet juist? Dan kun je ook dat delen. Hoe gaan jullie als school om met preventie? Hoe ga je leerlingen uitleggen dat het gebruik problematisch is? En hoe gaat het Willem van Oranje College daarmee om? Ja, dat betekent dat je zeer zorgvuldig en zeer regelmatig voorlichting zal moeten geven in alle leerjaren. En dan kun je niet zeggen in de maand december vertellen we eens een keertje over de gevaren van drugs. Nee, dat zul je dus een heel schooljaar lang telkens opnieuw moeten laten horen. En niet alleen in leerjaar 2, nee, dan ook in leerjaar 3 en in leerjaar 4 en in de brugklas begin je daarmee. Dus het is de kracht van de herhaling om het constant onder de aandacht te brengen bij de kinderen. Ja, wij hebben afgeleerd om ouderavonden te organiseren in het kader van bijvoorbeeld drugs- of alcoholgebruik. We hebben nu gezegd, alcohol en drugs is onderdeel van onze reguliere ouderavonden. Ouders komen dan, ze hebben een gesprek met de mentor. We beginnen heel vaak in de aula met een plenair gedeelte. Nou,
Dan wordt de politie wordt uitgenodigd, de GGD wordt uitgenodigd om algemeen het probleem te schetsen. En later in het lokaal, in de veilige setting van de mentor, dan wordt het probleem verder besproken. En geeft de mentor ook aan de signalen die hij of zij heeft en de aanpak die wij als school hebben. En dan komt het gesprek op gang. Dat gebeurt niet in een aula waar 100 andere ouders bij zitten. Dus daar houden we het algemeen. Horen mensen cijfers bijvoorbeeld. En in de veilige setting van het lokaal, dan bespreken we hoe we het als school aanpakken. Hoe verloopt de samenwerking verder tussen de gemeente Aalburg en uw school? Ja, die is zeer intensief. We hebben de afgelopen jaren ontzettend vaak met elkaar gesproken, waarbij ook andere partners aanwezig waren. En dit jaar zijn we gekomen tot een plan van aanpak, waarin we een soort pilot zijn voor wellicht de andere VO-scholen binnen Altena. Waarin de gemeente ons ook een subsidie heeft gegeven om in ieder geval nadruk te leggen op de voorlichting, dus op de preventie. En we hebben ook gezegd, ja, als we dan een expert binnen de school hebben, waarom zouden we onze expertise dan ook alleen maar binnen school toepassen? Waarom ook niet die voorlichting geven bij voetbalverenigingen of bij een kerk bijvoorbeeld? Dus dat moet je niet voor jezelf houden. Dus de gemeente geeft een subsidie. Nou, daar moeten we dan meer mee doen dan het binnen kamers houden. Wanneer het gaat over voorlichting is een grote rol weggelegd voor de gemeenten, scholen en ketenpartners. Een van die partners is de politie, welke ook vaak pas in beeld komt op het moment dat ze daadwerkelijk naar onderzoek moeten optreden. Wat komen zij tegen op het moment dat het vaak al te laat is? En wat is de rol van de politie in het geheel? Jeroen van Dalen is wijkagent en heeft het thema drugs als aandachtspunt. Nou, bij onze rol is natuurlijk, om het even kort en krachtig te zeggen, wij moeten repressief optreden, handhaven. En tegelijkertijd moeten wij ook voor hulp verlenen. Dat betekent dat als wij een onderzoek hebben, dat er bij ons ook altijd een zorgkant aan zit. En dat geeft aan dat wij, als wij bijvoorbeeld iemand oppakken, aanhouden, arresteren, dat wij dan ook altijd informeren naar de zorgkant. Dus laten we zeggen Novedic, Kentrol en alle partners die daarbij betrokken zijn, de gemeente. Om te kijken of dat het er ook hulpverlening kan zijn, want vaak hebben we het hier over gezinnen. Waar ook meer aan de hand is dan alleen drugsgebruik. Heeft de politie de locaties in beeld waar vaak drugs wordt gebruikt? En hebben jullie daarbij ook de groepen jongeren in beeld? En waar gaat de aandacht van de politie naar uit op dit gebied? Ja, die hebben wij zeker in beeld. Maar ik wil ze niet te veel de nadruk erop leggen in de details te gaan. Die hebben wij zeker in beeld. Maar als u dit interview nu ziet en u heeft het idee, ja, ik zie een plek en daar komt nooit politie, raadpleeg dan alstublieft uw wijkagent of meld dat via Meldmisdaad Anoniem. Want uiteindelijk de dealplekken, daar gaat het ons om. Er is heel veel gebruik, maar waar aanbod is zeker ook vraag. En de aanbod is hier gewoon in het gebied. En juist dat aanbod, dat willen wij aanpakken als politie. Hoe werkt de politie samen met bijvoorbeeld de jongerenwerkers en bijzondere opsporingsambtenaren? Er is een jongerenwerker, in ieder geval elke gemeente heeft een jongerenwerker, daar hebben wij intensief contact mee. Ook hebben we een BOA die natuurlijk haar ronde doet en zijn ronde doet. In die zin zijn we natuurlijk ook in de preventiesfeer heel erg met de gemeente bezig. Omdat vooral wij op straat constateren van hey, daar is overlast of daar is een vermoeden van drugsgebruik. Uiteindelijk is het aan de gemeente om daar in de preventieve zin heel veel aan te gaan doen. Dus die zitten zeker te springen op informatie van ons. Dus die samenwerking is heel belangrijk en loopt ook heel erg goed in de 3 gemeentes gelukkig. Jongeren gebruiken drugs, dat is bekend. Uiteindelijk moet dat ook verkrijgbaar zijn. Heeft de politie in beeld op welke plekken er gedeeld wordt? Nou, als u de lokale kranten en ook Altena TV heeft gevolgd, dan zult u zien dat er diverse instappen zijn geweest, zoals wij dat noemen, in diverse panden. Dat er mensen worden aangehouden onderweg in auto's met drugs voorhanden. Dat de dealers opgepakt zijn, dat er drugslocaties opgepakt zijn. Dus locaties zijn zeker bij ons bekend en sterker nog, door onze aanpak zien we dat er steeds meer gemeld wordt bij ons. En vooral via Meldmisdaad Anoniem krijgen wij ontzettend veel goede tips en kunnen wij ontzettend veel onderzoek opstarten met ook heel goed resultaat. En dat nummer wil ik graag nog wel even noemen. Dat is Meldmisdaad Anoniem 0800 7000. En daar wordt uw anonimiteit volledig gewaarborgd. Wij krijgen nooit te horen wie daar gebeld heeft. Dus weet u wie iets doet? En diegene kent u ook, bel alstublieft, meld mij dat anoniem en help ons dat aanbod, wat hier echt wel is in het gebied, om dat te bestrijden. Wat voor soorten drugs komt de politie tegen in de regio en hoe verhouden die zich onder de jeugd? Hoe reageren de jongeren op de politie?
Nou, de jeugd is natuurlijk in een ontdekkende fase. Hè. De leeftijd waar we net over spraken is een puberteitfase. Dat is een stukje afzetten, zelf ontdekken. Wat wij vooral heel erg zien is dat drugsgebruik bij jongeren met name in de cannabissferen zit en in de amfetaminesferen zit. En bij elke jongere is daar een verhaal, ligt er aan de grondslag waarom ze doen, groepsdruk, meedoen of situaties thuis. Hoe het ook zij, dat is allemaal zorgelijk. En wat wij met name aantreffen zijn eigenlijk die twee drugs, ketamine, amfetamine en cannabis. Ja, en zeker op hangplekken zien we dat gewoon terug, de bekende hangplekken. De politie neemt haar taak serieus en is altijd bereikbaar, ook via anonieme kanalen. Hoe herkent u nu drugsgebruik? Welke soorten zijn er in omloop en hoe pikt u de signalen op? Waar komen uw kinderen mogelijk mee in aanraking en hoe ziet dat eruit? Wijkagent Jeroen van Dalen legt uit hoe u drugs en het gebruik daarvan herkent aan de hand van realistische voorbeelden. De opiumwet kent eigenlijk twee lijsten, dat zijn harddrugs en softdrugs. En de harddrugs staan genoemd op lijst 1 en de softdrugs zoals cannabis en hash staan genoemd op lijst 2. Om mee te beginnen heb ik hier bijvoorbeeld de GHB. Dit is een harddrugs, dat is een misdrijf als je dat in bezit hebt. En eigenlijk kun je het herkennen aan de stroperigheid van de vloeistof. Verder eigenlijk nergens aan, behalve als dat je het test. En het is eigenlijk het middel wat ook wel wordt genoemd de verkrachtingsdruk. Wat ook wel eens bij mensen in het drankje wordt gedaan. Dat is iets wat in dit gebied ook zeker gebruikt wordt. Deze druk betreft ketamine. En dat is een bijzonder verhaal, want deze is dus nog niet verboden volgens de opiumwet. Wel volgens de geneesmiddelenwet, dus je mag er niet te veel hoeveelheid van hebben. Want dan zou je erin handelen en dat is verboden. Maar wat wordt zeker gebruikt onder jongeren en wat doet dit met je? Dit, als je heel kleine doses neemt, pept het je op. Maar als je er wat meer van neemt, dan kun je in een zogenaamde K-hole komen. En die K-hole betekent eigenlijk dat je heel apathisch wordt. Dat je bijna niet meer kunt reageren. En dat ziet er ook voor mensen die erbij zijn vaak nogal eng uit. Iemand reageert helemaal niet meer. Heeft wel zijn ogen open. En dit is dus helemaal, je bent eigenlijk helemaal even van de wereld als het ware. Het is nog niet verboden, maar wordt zeker gebruikt ook in combinatie met andere drugs. Zoals bijvoorbeeld amfetamine. Dan betreft dit amfetamine. En amfetamine wordt eigenlijk het meest gebruikt in het gebied als het gaat om de harddrugs. Het is heel goedkoop, 5 euro voor een gram. Ja, en het pept je enorm op voor een korte periode. En het wordt echt heel veel gebruikt onder de jongeren. Dit is voor ons de grootste zorgpunt als het gaat om de drugs in Altena. Dit betreft MDMA. En MDMA heb je in allerlei verschillende soorten vormen pillen. Je hebt flesjes van Heineken, je hebt Thunderdome, je hebt Bavaria. Je hebt van allerlei vormen en standslogo's. Dan zie je die indrukjes, zeg maar. En dit is eigenlijk echt een partydruk. Voor de festivals gaan mensen hier helemaal los op. Het is ook wat geestverruimend, maar vooral heel erg opwekkend. En je wordt er heel energiek van. En dit begint meestal dit gebruik als recreatief gebruik bij een festival of zo. Maar vaak zie je dat mensen het ook door de vele festivals te bezoeken ook in hun dagelijkse leven gewoon gaan gebruiken. En ook onder jongeren is dat een hele populaire druk. Deze druk betreft cocaïne. Cocaïne is iets anders als synthetische drugs. Het is een natuurlijk product van de coca-plant. En eigenlijk 60-70% van alle cocaïne ter wereld komt uit Colombia. En komt in Nederland eigenlijk binnen via de grote havens, Rotterdam, maar vooral Antwerpen momenteel. Omdat Rotterdam echt goed dichtgespijkerd zit, begrijp ik uit de berichten in het land. Cocaïne is een hele dure druk, is 50 euro per gram. Amfetamine was 5 euro per gram. En wordt eigenlijk een beetje de juppendruk genoemd, dus mensen die veel geld te besteden hebben. Het geeft je een korte periode van enorme zelfverzekerdheid, maar ook, je kunt er ook best wel agressief van worden. En dat is de reden waarom cocaïne heel veel bijvoorbeeld rondom voetbalwedstrijden gezien wordt. Als gebruikt middel. Dit betreft cannabis, een zogenaamde wiet, nederwiet. En die is qua THC-gehalte ontzettend hoog. En er zijn stemmen die gaan ervoor dat het in plaats van een softdruk, zoals lijst 2 het ook zegt, het op lijst 1 van de harddrugs geplaatst moet worden. Omdat het ook zeer verslavend is en onder jongeren zeker naast amfetamine de meest gebruikte druk is. En in dit gebied zien we het ook terug. Ook op deze plek zien we een aantal gripzakjes liggen. Vooral afkomstig vanuit cannabis. En het is in Nederland gewoon verkrijgbaar. Hè? Het valt onder het gedoogbeleid. Als minderjarige mag je het echter niet hebben. Dus onder de 18 jaar mag je het helemaal niet hebben. Nog geen joint, nog geen grammetje, niks. Dan betreft dit hash. En hash is eigenlijk een blokje bruin geperst afval van de cannabisplant. En is onder hoge druk samengeperst en is eigenlijk ook te roken met een pijpje of in een sigaret. Maar met name in een pijpje. En doet eigenlijk bijna hetzelfde als wat cannabis met je doet. Het is geestverruimend en het is ook nog steeds een softdruk in Nederland. Wat wij
de laatste tijd bij invallen met name steeds meer aantreffen, zijn zegels. Een zegel zoals een postzegel. En mensen die misschien wat ouder zijn herkennen dat nog wel als een beetje de Beatle-druk, LSD. Dat is een soort postzegel, die leg je onder je tong, dan smelt die, dan lost die op. En dat is zeer geestverruimend, daar ga je echt van allerlei hallucinaties van krijgen. Zeer gevaarlijk ook voor overdosissen en zeker voor jongeren een gevaarlijke druk. Nou, we hebben het nog niet onder jongeren aangetroffen, maar wel in huishoudens ook waar jongeren ook verblijven wonen. Dat is voor ons ook wel zorgwekkend, omdat we het eigenlijk weer steeds meer zien. Het lijkt eigenlijk wel weer wat in opmars te zijn ten opzichte van de jaren 60, 70. Vele instanties zetten zich in om te signaleren en te voorkomen dat jongeren gaan gebruiken. Wat komt men tegen en waar kunt u terecht voor hulp? Onder andere bij jongerenwerk van Trema en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een van de jongerenwerkers is Zeno Zevenbergen uit Rotterdam. Hij dacht al best veel meegemaakt te hebben. Ik heb dingen gehoord om me heen van jeugd van 13, 14 jaar die al met dingen bezig zijn waarvan ik schrik als Rotterdammer. Dat ik denk van wauw, is dat aan de hand hier? Best wel heftige drugs en dan heb ik het niet over blowen, maar heftiger denk ik wauw. Daar schrik ik gewoon van en dan kom ik uit de grote stad en ik schrik gewoon van wat hier gebeurt. Dus wat dat betreft is het echt wel een probleem. Het probleem is groter dan velen denken. Is het nu 11:55 of zijn we 12 uur al voorbij en moet er echt ingegrepen worden? Nou, ik denk dat je voor sommige groepen al heel flauw, maar al te laat bent gewoon. Ik zal niet zeggen dat je ze moet afschrijven, maar die ga je niet meer goed kunnen helpen. En zeker als ik dan vanuit jongerenwerk praat, al helemaal niet. Omdat je gewoon een lossere band hebt met de jeugd. Maar de jongere jeugd, ja, die kan je zeker nog wel redden. Als je de jongere jeugd beter informeert en ze betere alternatieven kan bieden, dan kan je ze wellicht weghalen bij een groep die misschien een beetje loopt de lanterfant en niks wil doen en die heel interessant zijn. Maar als je ze daar weg kan halen, onder andere door bijvoorbeeld activiteiten te kunnen aanbieden op momenten dat er geen andere dingen zijn, dus dat er geen sportvereniging is en dat er geen school is, maar dat op woensdagmiddag er is even niks te doen. Hey, maar de jongerenruimte heeft een huiselijkbegeleiding en leuke activiteiten daarna. Hey, ouders, daar kan je kind ook naartoe. Dus ik denk dat we daar een beetje in moeten zoeken. Want de jongere jeugd, die kan je echt wel redden. En niet dat de ouderen helemaal niet te redden zijn. Absoluut niet. Iedereen moet je in investeren. Maar je moet wel realistisch zijn ook dat als iemand 17, 18 jaar is en die is al 3-4 jaar lang aan het gebruiken, allerlei middelen, dan moet je wel echt met heel veel partijen inzetten om die persoon echt te helpen. Dan kan je dat niet door één partij die heel erg zijn best doet. Moet je echt met elkaar doen dan, anders is het echt kansloos. Ja, het gaat echt niet goed. Het gaat echt niet goed. En niet overal, maar er zijn plekken waar het echt gewoon niet goed gaat. Geen enkele ouder wil geloven dat zijn kind die dingen doet natuurlijk. En ja, om ouders daar echt van te overtuigen, ja, dat is gewoon moeilijk. Als een ouder het nog niet wil accepteren, dan ga ik ook niks kunnen zeggen om dat te veranderen. Dat besef moet ineens komen. En je hoopt alleen maar dat het dan niet komt als het al laat is, weet je. Ik heb het in Rotterdam vaak gezien, weet je, gewoon mensen waarvan je denkt van dat gaat echt gewoon niet goed. En ouders die ontkennen of niet de hulp aannemen die ze kunnen krijgen. Dat raakt me erg. Dat vind ik echt, dat is gewoon echt, ja, is gewoon, als je zo'n kind van 12, 13 ziet die dan bijna aan slot overgelaten wordt en dan maar met zijn vrienden, ga toffe dingen doen, ga stoer doen, ik ga ook wat drinken. En dan denk je, wauw, je bent veel te jong, joh. Wat ben je aan het doen? En ja, maar goed. Is het dan wellicht ook de groepsdruk die door de social media is toegenomen die bijdraagt aan het probleem? Ik denk het wel, hoor. Ik denk, ik ben blij dat ik geen 15 of 16 meer ben. Oh my god, jongens, hey. Echt. Tegenwoordig, iedereen weet alles van elkaar. Via social media, alles komt overal terecht en je merkt echt dat de jeugd veel meer gefocust is op van wat denken ze, wat vinden ze van me, wat denken ze van me. En als ik dat doe, dan veel erger. Vroeger had je dat ook, hè? Dat is voor alle tijden, maar het is nu vele malen erger. Ik merk het om de jongeren hier ook. Zo gefocust op wat er op Insta staat. En die heeft gereageerd en gaat hij me een DM sturen, waarom doet hij dat? En heel echt dat je denkt van wauw, het gaat echt heel ver. En dat die groepsdruk, die is veel. Ik zie hem veel groter zijn dan in het verleden in ieder geval. Dus ook dan op het gebied van drank en drugs wordt dat ook lastiger dan. Want dan denk ik ook, ik ga meedoen. Want als vinden ze me suf. Ja,
Dus ik merk dat wel. Als jonger werker merk ik wel dat de groepsdruk echt veel groter is. Ze zijn heel erg open in dingen delen. Dat je denkt van, wat zeg je allemaal? Over seksleven, over dingen die ze in het weekend hebben gedaan. Vandaar dat ik dus ook zeg, ik weet dat er dingen gebeuren. Want ze zeggen dingen gewoon. Ja, van het weekend, ja, 5 pillen. En ze zeggen het gewoon. Dat je denkt van, wauw, je zegt, doe niet eens van undercover. Ik ga niet. Ze zeggen het gewoon. Dat is echt, het is de groep die ik hier tenminste binnen had. Was heel makkelijk in informatie waarvan ik denk, zou ik niet zo snel zeggen. Dat doen ze dan weer wel. Dus ik, ja, wat ik al zei, hè? ik ben hier een jaar, maar ik vraag me ook af. Ik vind het bijzonder wat er allemaal te halen is hier zo in deze regio. Ik weet niet in welke schuren dat allemaal ligt, maar blijkbaar is het dus mogelijk in deze regio om heel erg verborgen allerlei dingen te maken, te kopen, op te slaan. En ik vind het echt waanzinnig. Ik weet niet of het komt dat er misschien te weinig politie is, of dat het gebied te groot is voor het aantal politieuren dat er is. Dat zou ermee te maken kunnen hebben, weet ik niet. Dat is invullen van mij, hè. Dus ik weet het niet zeker. Maar het is natuurlijk best wel een vrij uitgestrekt gebied. Ja, waar gewoon veel meer ruimte is om je te verbergen. In Rotterdam, ja, waar ga je jezelf verbergen? Er is overal zijn er mensen en alles is dicht op elkaar. Hier is alles best wel, hè, iedereen heeft wel een schuurtje, iedereen heeft wel een lood van een vader die ergens in de vuur staat, weet ik. Dus dat idee krijg ik een klein beetje, waardoor het veel makkelijker is om die zooi, vandaar dat hier ook veel meer hardere dingen te krijgen zijn, zoals koken, ketamine, weet ik het allemaal. Terwijl Rotterdam is vooral, hè, blowen is, hè, de coffeeshops, dat is wel echt een, hè. De jongeren die ik in Rotterdam als problematisch had, waren vooral blowers. En dan zag je niet pillen en ecstasy, dat kwam ik bijna niet tegen op straat. En hier is dat juist andersom, door blowen merk je heel weinig. Het is vooral het zwaardere spul, of het gevaarlijkere, bedoel een pil, ja, wat zit erin, wie weet het. Weet je, het is nog gevaarlijker, het is, vind ik. De gemeenten werken samen met onder andere het CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin. Iedereen kan hier terecht met zijn vragen over opvoeden en dus ook bij problematisch drugsgebruik. Wat is het CJG? Wat doen zij en hoe kunnen zij u helpen? Zien zij het probleem ook? Philip Greven is een van de CJG-professionals en wij vroegen hem of zij het drugsprobleem ook tegenkomen. Als in dat we... Het is bekend en het speelt hier in de regio. En in Vlagen speelt het heel veel en dan een bepaalde periode hoor je het wat minder. En wij zijn daarin actief in, als in dat we de casus die we begeleiden waar het bekend is, zijn we een adviserende rol en sturend en proberen we ouders te begeleiden. Of in hoe daarmee om te gaan met de jongeren of bij de juiste instantie te komen die hun kan helpen. En in sommige gevallen doen we dat ook zelf, die begeleiding. Hoe bereiken jullie de ouders waar het gaat over de voorlichting? Nou, dat stukje voorlichting zit wel veel inderdaad bij scholen en bij andere instanties in het voorveld. Wat we daarin doen is proberen samen te werken. Dus soms komen scholen bij ons met de vraag van, joh, we willen daar een voorlichting op geven. Kennen jullie een juiste instantie of hebben jullie wegen naar een bedrijf die daarbij kan helpen of dat kan voorzien? Zo werken we samen. We houden ook wel soms samen voorlichtingsavonden, ook met de jongeren werken. Dus dat we met z'n allen samen iets opzetten voor ouders. Dus in die manier werken we samen met de scholen. Hoe komen jullie in contact met de jongeren? En uiteindelijk de hulpverlenende instanties als dat nodig lijkt te zijn. We komen in contact met de jongeren als ouders na het zelf aanmeldingen doen. Dus zelf melden bij ons met een hulpvraag. Zo kom je in contact met de jongeren. Er moet al de toestemming zijn van gezaghebbende ouders of instanties. En soms zijn jongeren al bekend bij Novedik of ouders kennen die weg niet. Dan leggen we die link als dat nodig is. Want soms is het ook niet nodig, maar soms is het wel handig om jongeren een stukje voorlichting te geven of een stukje begeleiding of... Ja, sommige jongeren is zo bekend en zo open dat ze wel willen, zelfs stuk willen afkicken. Dus dan kun je daar ook met Novedik doorverwijzen. Dus ook zijn we een stukje tussen de ouders en de zorginstantie in. Neemt het CJG de rol van het zogenaamde wijze vingertje aan? Of kiezen ze voor een andere aanpak? In ieder geval sowieso geen wijzend vingertje, want niemand wil dit. Het is niet dat ouders daar schuld aan hebben of jongeren schuld aan hebben, dat ontstaat. En elke jongere heeft zijn eigen reden om te starten met drugs. Dus je moet samen gaan kijken, waar komt het vandaan? Hoe kun je het verhelpen? Wordt het besproken? Wordt het niet besproken? Is het bekend? Je moet samen met ouders en met jongeren gaan kijken, wat speelt hier? En wat is het probleem? En hoe kunnen we dat samen oplossen? Ja, dus voornamelijk samen te gaan kijken, wat is er aan de hand? Wie gebruikt de drugs? Hoeveel? Wanneer? Wat is de oorzaak? En dan kun je gaan kijken, wat werkt? En dat is niet voor iedere jongere hetzelfde. Dus je moet ook echt maatwerk leveren. Ja. Wanneer komt het CJG in beeld? Of hoe kunnen ouders zelf contact leggen met het CJG? Als ze wel een probleem zien, maar niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan? We komen in beeld als ouders zelf zich aan gaan melden. Dus zelf contact leggen met ons. Dat kan via de site en dat kan via het algemene nummer van de gemeente.
kunnen ouders contact leggen met CEG. En dat is gewoon telefonisch, een hulpvraag neerleggen. En dan telefonisch gaan we kijken, oké, moeten we face-to-face contact hebben? Moet er een intake komen of kunnen we telefonisch al wat betekenen voor ouders? Hoe gaat het dan vervolgens in zijn werk als er bijvoorbeeld zorgen bestaan omtrent drugsgebruik? Nou, ik zeg, ouders nemen eens contact met ons op. Dat is telefonisch of via mail. Dan worden ze, bij mail worden ze teruggebeld, anders heb je telefonisch contact. En dan ga je eerst telefonisch na van, joh, wat is de hulpvraag? Wie bent u? Hè? Bent u wel de gezaghebbende ouders? Anders kunnen ze geen aanmelding doen. En dan ga je samen kijken, oké, wat is het probleem? De normale weg is dat we altijd voor een intake gaan. Dus dan hebben we face-to-face contact, ook met de jongeren waar het om gaat. En de andere gezaghebbende ouders in gesprek van, joh, wat is het probleem? En dan gaan we uitpluizen met elkaar. Waar lopen jullie tegenaan als ouders zijnde? Ja, precies. Pakket van, joh, je belt ons en dan gaan we dit doen. Nee, we gaan per casus met gezin en kinderen kijken, wat speelt er en wat kunnen we voor jullie betekenen? En wat kunnen we andere instanties jullie doorverwijzen? Ja. Precies. En ik hoop oprecht dat we uiteindelijk toch naar een drugsvrij Altena gaan. Misschien een illusie, maar ik denk dat het van de gemeentebestuur en zeker ook van de nieuwe gemeente Altena altijd een streven moet zijn. En daarvoor hebben we een brede maatschappelijke alliantie nodig. Dus ik zou ook iedereen oproepen die denkt van ik kan daar een bijdrage in leveren. Doe dat, help ons, maar help vooral ook je mede Altenees. Want er zijn daar helaas meer aan de drug verslaafd dan wij met z'n allen zouden moeten willen. Bij regelmatig drugsgebruik kunnen stemmingswisselingen voorkomen. Van uitgelaten, energiek en vrolijk tot depressief en lusteloos. Andere kenmerken zijn snel geïrriteerd reageren, extreem afvallen en veel liegen. Ook het onttrekken aan het gezinsleven, het achteruitgaan van de schoolprestaties en het omgaan met verkeerde vrienden zijn signalen. Drugs zijn niet gratis. Geldgebrek en of stelen zijn hier soms een gevolg van. Doordat drugs de reserves in het lichaam aanspreken, treedt hierna vaak vermoeidheid en uitputting op. Dit vertaalt zich mogelijk in lang uitslapen en lusteloosheid in de dagen na gebruik. U keek naar een reportage van Altena TV over het drugsgebruik onder jongeren in Altena. Problematisch? Oordeelt u zelf. Deze uitzending zal op gezette tijden worden herhaald. En is terug te kijken op altenatv.nl.